ik ben Herman Kusters. Ik melk hier een 130 koeien met bijbehorend jongvee. We melken hier op jaarbasis 1,5, 1,6 miljoen kilogram melk vol. Voorheen zaten we met de TL's ja, eigenlijk maar op 20, 23 lux, gemeten op 26 punten in de stal. Uiteindelijk hebben we dan met een nieuwe verlichting weer gemeten, ook op die 26 dezelfde punten. En ja, dan kwamen we met 85% van de Rudax kwamen we al aan die 180 lux. We zaten al redelijk hoog met een productie van 11.000 liter per koe. Die zit nu tegen de 12.000 aan. Dus ja, dat is een 1000 liter stijging die, ja, die resulteert meteen in een extra resultaat natuurlijk. Denk aan het lichtgedrag, ja, dat stimuleert de klauwgezondheid. Extra lichtgedrag stimuleert de productie, dus ja, daardoor ook meer opbrengsten als het goed is. Daardoor kostprijs technisch eigenlijk nog beter te kunnen draaien. Als ik zie hoe tevreden ik ermee ben, dan, ja, dan gun ik eigenlijk iedere veehouder. Dus nee, ik zou ze zeker aanbevelen. Ja.